moeten zijn. Het is niet overbodig, moet je misschien nodig. Vraag dan maar de weg aan dat mannetje klein. Die roept, die roept, die roept. Kleine boodschap. Hij kijkt je heel vrolijk aan, die kleine Efteling-kabouter. Hij lacht als hij zijn duimpje in de lucht steekt. En ieder kind dat op de Efteling komt, weet al gauw wat dat betekent. Hij wijst je de weg naar een klein huisje dat ieder op zijn tijd nodig heeft. Ook de kleine Bas, die met zijn opa en oma op de Efteling wandelde, kwam terecht bij de Efteling-kabouter. Hij moest erg lachen om dat stemmetje. Kleine boodschap. Wat een leuke kabouter. Ja, ik weet best waar jij heen wijst. Ik weet best wat jouw duim betekent. Of sta je soms te liften? Te liften? Wat is dat nou weer? Heb je daar nog nooit van gehoord? Nou, dat is heel eenvoudig. Als je wil vragen of een meneer met een auto je wil meenemen langs de weg, dan ga je zo staan, met je duim omhoog. En dan komt er wel iemand die stopt. Gebeurt dat heus? Ja, ja, maar mijn moeder zegt dat kinderen dat niet mogen. Het is veel te gevaarlijk. Maar ik ben geen kind. Ik ben een kabouter. Mogen kabouters wel liften? Je bent er al druk mee bezig. Je zit alsmaar met je duim omhoog. Alleen, er is hier geen autoweg. Dan zou je ergens anders moeten zoeken. Nou, probeer het maar eens, kabouter. Dag, ik moet weer verder. Dag, Basje. En wel bedankt, hoor. Ha, dat ga ik proberen, dat liften. Wacht, ik spring eerst van het muurtje. Ik ben wel wat stijf geworden van al dat zitten jarenlang. Nou, dan nou maar gauw op zoek naar de auto's. Want ik wil de hele Efteling zien. En niet alleen maar dat kleine stukje bij de... Nou ja, je weet wel, de doos... Of de wc, of hoe je het ook maar noemen wil. Ik wil op zoek naar de andere kabouters, want ik heb gehoord dat er op de Efteling nog een heleboel moeten wezen. Ik kwam er nou toch maar een auto voorbij. Maar zo gemakkelijk ging dat niet. Want in de Efteling zijn nu eenmaal geen grote autowegen. Auto's horen helemaal niet in een sprookjestuin. De Efteling-kabouter liep een hele tijd rond, alsmaar met zijn duimpje in de lucht. Maar van liefde kwam niets terecht. En opeens hoorde hij de stem van Reus Langnek. Oelala, wat zie ik daar? Loopt de Efteling-kabouter zomaar rond in het park? Hela, mannetje. Ga jij eens even gauw terug naar jouw plekje, hè? Oh, ja, maar ik wou zo graag liften. Ik wou zo graag op bezoek bij de andere kabouters van de Efteling. Maar daar komt niks voor in. Ik zie overal kinderen in het park die jou zoeken. Ze zijn helemaal de weg kwijtgeraakt omdat jij niet op je plaatsje bent. Nou ja, als jij dat zegt, dan zal dat wel zo zijn. Ik kan de kinderen het verslot van rekening niet in de steek laten. Goed, ik ga wel weer terug op mijn plaats. En de Efteling-kabouter deed wat er van hem werd gevraagd. Heel gehoorzaam. Maar hij bleef denken aan wat het kleine jongetje had gezegd. En opeens had hij een heel goed plan. Wacht eens, ik heb gehoord dat er op de Efteling een treintje is. Een echt stoomtreintje. Als ik dan niet kan liften met een auto, dan kan ik misschien wel met dat treintje mee om de andere kabouters op te zoeken. En als ik dat nou doe als het 's avonds donker is, nou, dan is er niks aan de hand. Dan missen de kinderen me ook niet. Ja, ik wacht tot het avond is. Diezelfde dag wachtte de kabouter tot alle mensen van de Efteling vertrokken waren. En toen hij zeker wist dat niemand er meer nodig had, gleed hij opnieuw van zijn muurtje af en rende op zijn korte beentjes naar de plek waar hij witte stoomwolkjes omhoog zag puffen. En ja hoor, daar stond de stoomtrein. De machinist wou net uitstappen. Dag, meneer de machinist. Mag ik je even wat vragen? Nou, eigenlijk niet. Ik ben een beetje moe. Ik wil naar huis. De hele dag heb ik al op de locomotief gestaan. Ga, maar ik heb nog nooit in een treintje gezeten. En ik wil zo graag eens een eindje rijden.
Dan kan ik wat zien van de Eftelingen. En ik wil ook zo graag alle andere kabouters zien die hier wonen in het Sprookjesbos. Zo, zo. Nou, je bent zo'n vriendelijk mannetje, dat kan ik eigenlijk niet weigeren. Nou, vooruit dan maar. En je ritje dan, hè? Oh, wat aardig van je, machinist. Hoe heet je? Jij wil ook alles weten. Ik heet Piet. Piet Puff. Nou, help me dan er eens op te klimmen, Piet. Het is een hoge opstap voor zo'n klein kaboutertje als ik. Ja, zo wel. Nou, vooruit. 1, 2, 3, hopla. Alsjeblieft. Nou, pas op hoor. We gaan rijden. Ja, maar niet zo hard als de echte trein, hoor. Dat is maar goed ook, want je wilt toch wel wat zien onderweg? Natuurlijk wel. Hé, hey, kijk eens, wat een mooie vijver. Ja, prachtig, hè? Als we straks teruggaan, mag je uitstappen waar je wilt. Dan breng ik je naar alle sprookjesfiguren die er op de Efteling zijn. De machinist Piet Puff hield woord. De kabouter van de Efteling mocht eerst in de grote ouderwetse draaimolen. Maar daar waren geen kaboutertjes te bekennen. En daarom stapten ze maar weer in het treintje en reden ze naar Roodkapje. Maar kabouters zijn bang voor wolven. En dus lieten ze het kleine huisje van grootmoeder maar weer vlug achter zich en vertrokken naar het kasteel van Doornroosje. Och, wat een mooi kasteeltje. Met echte torens. Je kan overal naar binnen kijken. Misschien kan ik hier wel kabouters vinden. Vergeet dat maar, mannetje. Zie je dan niet dat iedereen hier slaapt? De schildwacht slaapt, de bakker slaapt, de knechtje slaapt. Zeg, zouden we de schildwacht niet eens even kunnen laten schrikken? Stil hoor. Ik ga achter hem staan en dan roep ik iets in zijn oor. Nou, probeer het maar eens. Boe, schildwacht! Wakker worden. Tijd om een bordje pap te eten. Hé, wat schildwacht. Je moet naar school. Hij blijft slapen. Ja, dat dacht ik wel. Kom eens even met me mee. Kijk, daar ligt door een roosje te slapen. Zie je wel? Ach, wat een lievertje. Nou zeg, kwam de prins nou maar om er wakker te kussen, hè? Dan heb je nog 100 jaar de tijd. Dat duurt mij te lang, hoor, kabouter. Ik vind toch altijd dat ik een aardig tijdje met jou op stap ben. Maar dat vind ik dan ook wel heel verschrikkelijk fijn van je. Laten we maar gauw verder gaan. Ik wil mijn vriendjes zien. Ja, ja, maar niet zo ongeduldig. We kijken eerst nog wat verder, hè? Een stukje rijden, een stukje wandelen. Zo kunnen we een heleboel te zien krijgen op de Efteling. Ja, niet alles hoor, want daar moeten we meer tijd voor hebben. Maar dat begrijp je wel, hè? Kom mee, deze kant op. De machinist bracht zijn kleine vriendje nu weer naar een ander stukje Efteling. De sprookjesgrot met de Indische waterlelies. Twee reusachtige tempelwachters bewaken die grot. Maar als je tenslotte wordt binnengelaten, zie je een wonder gebeuren. Dansende elfjes op het water, een orkestje van kikkers, prachtige bloemen en planten, iets om nooit te vergeten. De Efteling-kabouter keek dan ook zijn oogjes uit. Het was prachtig, hoor, dat wel. Maar kabouters heb ik weer niet gevonden. Als je het mij vraagt, wonen er in het Sprookjesbos helemaal geen kabouters. Nou, nou, niet zo ongeduldig. We komen heus wel waar je wezen wilt. Maar het is toch fijn voor jou om eens iets te zien van die grote Efteling? Geef je ogen maar goed de kost, want zo'n kans krijg je niet gauw meer. Kijk eens, daar zie je het paleis van de Fakir. Wie is dat?
Dat is een Oosterse meneer, die kan toveren. Als hij op zijn fluit blaast, gebeuren er wonderen. Ja, ik hoor al wat. Is dat wat je bedoelt? Ja, kijk jij maar goed. Zie je die tulpen? Die gaan langzaam groeien. Hoe is het mogelijk? Je hebt gelijk. Kijk, en nou gaat de vaakje naar binnen. En gaat op zijn kleedje zitten. Zijn kleedje? Ja, vaakjes hebben vliegende tapijten. En ook deze vaakje heeft er een. Daarmee kan hij vliegen van de ene toren van zijn paleis naar de andere. Let op. Daar komt hij. Ja. Oh, hij vliegt echt. Ha. Leuk, hè? Straks gaat hij weer op de fluit spelen. En dan begint het spel van voren van. Nou, de Efteling-kabouter viel van de ene verbazing in de andere. En hij was nog maar nauwelijks bekomen van de schrik, toen hij opeens heel kleine huisjes ontdekte tussen de bomen. Oh, kijk nou eens, Pieter. Paddenstoelenhuisjes. Daar zullen toch zeker wel kabouters wonen? Lees maar eens wat er op dat bordje staat. Oh, dat is moeilijk. Wacht even, hoor. Hier moeten ouders stillen staan. Slechts kinderen mogen binnen gaan. Ga maar eens kijken of hier kabouters wonen. Jij kan er wel naar binnen. Maar waar zijn nou toch die kaboutertjes? Die komen pas midden in de nacht om 12:00... als alle mensen al lang weg zijn uit het sprookjespark. Nou, het is nou toch nacht. Waarom komen ze dan niet? Ik verlang zo naar de andere kaboutertjes. Daar ben ik dit hele avontuur toch voor begonnen. Ik wou maar... Kijk nou eens! Oh, daar komen ze! Ja, zo was het. Daar kwamen alle kleine bewoners van het kabouterdorpje aangehuppeld. Dat werd een vrolijke begroeting. En even later zaten ze allemaal rond de tafeltjes om samen feest te vieren. Alle kaboutertjes van de Efteling waren er. Ook de dwergjes van Sneeuwwitje en de mannetjes uit het kabouterhuisje. Allemaal. En toen ze urenlang hadden gedanst en gezongen, zei Piet Puf... En nou heb ik noog een verrassing. Ik ga mijn stoomtreintje volladen met kaboutertjes. En daarmee reed ik de hele Efteling rond. Is dat even een goed plan? Ja, dat dacht ik wel. Kom dan maar mee. Ja, kom mee, jongen. Even later tufte het treintje volgeladen met de kleine mannetjes door de Efteling. De maan scheen en het was heerlijk zomerweer. Ze hadden grote pret. Pas toen de eerste zonnestralen tussen de bomen doorgleden, ging iedereen weer naar zijn plaats. Ook het kleine kaboutertje met zijn duimpje omhoog. Met een tevreden gezichtje klom hij weer op het muurtje en toen de volgende morgen de eerste kinderen door de Efteling wandelden, zei hij weer net als altijd... Kleine boodschap! Kaboutertje terug van weg geweest, terug op zijn plaatsje. Dacht weer net als